Welkom. U kijkt naar de nieuwe uitzending van U in de Wijk Zuilen. Vandaag in de uitzending Dunja liep de Aronse Vierdaagse met de Prinses Margarethe School. Kilometer, hè? Jeetje, wat hebben jullie goed gedaan? Dankjewel. Heb je het wel een beetje volgehouden? Want 10 kilometer is best wel veel, hè? Ja, ik heb 5 gelopen. Ik loop met mijn meisje. Oh, wat dus, leuk. Mijn moeder heeft 3 dagen 10 kilometers gelopen en ik heb gelopen nu 5. Hoe heb je het beleven? Ja, heel erg leuk. Het is een groot geregel, maar het is altijd weer leuk om mee te lopen. De kinderen hebben er plezier in. Één grote gezelligheid. Vierdaagse. Ik heb alle mooie 4 dagen meegelopen. Ik ben ontzettend moe, maar ik heb hele leuke dagen gehad. Dus nu ga ik vragen wat de kinderen ervan vonden. Avondvierdaagse, hoe vond je het? Ik vond het heel leuk. Ja, ik kan gewoon met iedereen praten en het is best wel leuk om met je vrienden te zijn en familie. Je gaat gewoon lopen en je maakt ook plezier. Ja, het is gewoon wel leuk dat je dan met je vriendinnen kan praten. En dan word je gewoon niet moe. Dan praat je gewoon met je vriendinnen en dan heb je gewoon plezier. Leuk. Ja? Ja. Heb je ook alle dagen gelopen? Ja. Mama, heb je ook meegelopen? Nee, ik heb niet meegelopen, maar ik was voor de pauze. Dus een appeltje en een banaantje en een komkommer en een lekker sapje. Is het de eerste keer dat je meedoet? Nee, ik ging ook vorig jaar en daarvoor ook meedoen. Dus je beentjes zijn al een beetje gewend, hè? Ja. En doe je elke jaar mee? Ja. En wie doen er allemaal mee vandaag met avondvierdaagse voor jou, jouw kinderen? Mijn dochter en mijn zoon. Ja. En hoe vinden ze het? Ze vinden het geweldig. Mijn zoon vindt het jammer dat het afgelopen is. Dat was fantastisch. Dus, gezellig ook met de kinderen, behalve dat schreeuwen van de kinderen, dat is minder leuk. Maar dat is goed. Zijn er ook incidenten tijdens lopen gebeurd? Nee, incidenten. Sommige kinderen willen even niet luisteren, dan moet je ze net even iets harder aanpakken. We doen het natuurlijk allemaal voor hun veiligheid. We moeten toch wel wat vrijwilligers op de been zien te trommelen. Als ze niet even willen luisteren van lopen op de stoep, ja, dan moet je even een beetje streng zijn. Maar over het algemeen, het zijn kinderen. Je bent trots op ze? Ik ben gewoon trots op ze. Ze hebben het weer helemaal goed gedaan. Was het niet een beetje zwaar? Nee, valt mee wel. Heb je geen blaren of last van je voetjes of van je kuiten? Nee, als je goede schoenen aantrekt niet. En, ja. En waar voel je het nou allemaal? Aan mijn benen. En heb je alle 4 dagen gelopen? Ja. Het was wel een beetje moeite om te lopen, maar vond het wel leuk. En moet je dan ook bepaalde schoenen aandoen of kleding met avondlopen? Ja, wij verbieden eigenlijk slippers, want op slippers dan weet je gewoon zeker dat ze uit gaan vallen. Ze moeten gewoon stevige schoenen aan, sokken erin en dan een beetje aan naar het weer kijken voor eventueel een extra jas. Maar over het algemeen gaat het goed. Zo leuk aan? Je krijgt snoep en zo en het is leuk om te wandelen. Heb je daarvoor gelopen? Ja. Hallo. Wat heb je allemaal gekregen? Heel veel snoep. Vond je niet gezellig met de hele klasgenootjes te lopen? Ja, dat ook. Wat vond zij ervan dat papa meedeed? Ze vinden het fantastisch, denk ik, toch? Ja, vond je het leuk dat papa meedeed? Ja. Ja? En wat vond je zo leuk aan dan? Nou, dat ik snoep kreeg. Snoep? Ja, dat snap ik niet, hè. Je gaat lekker veel lopen, 4 dagen lang. En dan op het eind krijg je snoep. Hoe kan dat? Dat vraag ik me ook af. De kinderen misschien kunnen dat antwoorden. Ja, hoe kan dat, dames? Misschien omdat de ouders denken, ja, dan kunnen ze veel energie doen. Maar je wordt er ook sloom van, dus ik snap het eigenlijk ook niet. Je wordt lekker gewoon verwend. Ja, dat ook. Waarom is het zo belangrijk dat de kinderen meelopen? Ja, het is gewoon lekker sportief. Even een paar dagen lekker lopen. Het is gezond. En we delen tegenwoordig sinds vorig jaar ook gezonde dingen uit op de rustpunten. Komkommetjes, tomaatjes, appeltjes. Dus het is gewoon voor de gezondheid veel beter. Even lekker naar buiten. De kinderen zitten al veel te lang voor de televisie en achter hun computer. Dus even met z'n allen. Het groepsgevoel komt er een beetje bij kijken. Dit jaar waren we met bijna 90 kinderen. Voorgaande jaren waren het er zelfs 120. Dus behoorlijk veel. Dat is behoorlijk veel. Ja, we zijn er ook trots op. Veel plezier nog, dames. Hè? Veel plezier. Gaat het?
Hester was bij de inauguratie van de tuin in de Golf van Cartesius. In januari waren we hier bij de opening van het Hof van Cartesius, maar was deze tuin nog niet klaar? Vandaag is de start van de Europese Green Week en gaan wij hier alles horen over deze bijzondere tuin. Waarom is die tuin zo belangrijk? Het hele concept is gebaseerd eigenlijk op de tuin. Het heet het Hof van Cartesius, dus waar we nu in staan, dat is het hofje. En de gebouwen staan eromheen gebouwd. We hebben ook glazen gevels. Alle werkruimtes hebben een glazen gevel, zodat iedereen ook naar elkaar kan kijken. En dat zorgt eigenlijk voor die transparantie, waardoor het eigenlijk bijdraagt aan het bouwen van deze community. Nu is vandaag ook de opening van de Europese Green Week. En nu was de eurocommissaris er, dus heel hoog bezoek. Waarom denken jullie dat ze deze plek hebben uitgekozen om op bezoek te komen? Omdat er niet zo heel veel groene plekken in de stad zijn die nieuw worden gebouwd. Ja, ik denk omdat het wel een plek is waar mensen zelf bouwen aan de stad. En zelf bouwen aan een groene stad. En dat is wel echt onderdeel van de European Green Week. He, dus niet van bovenaf, niet grote bedrijven. Maar wat kan jij als burger, als mens gewoon zelf doen in je stad om het te vergroenen. En als er nou mensen op de bank zitten te kijken, wat zou dan jouw antwoord zijn wat ze kunnen doen? Ja, kom langs, sowieso, hier. Dus laat je inspireren in wat je kan doen. We hebben dus allemaal maatregelen. Haal die stenen uit de stoep, ook heb je geen tuin. Haal die stenen uit de stoep en plant daar planten en groen en guerrilla gardening. Overtuig mij nou eens om dus die tegels allemaal uit mijn tuin te halen. Want nou ja, het regenwater wordt afgevoerd, dus als jij... Als het regent in jouw tuin, dan belandt dat regenwater zeg maar niet via de gootjes in de riolering. Nou merk je daar misschien zelf niet zoveel van, omdat jij bent aangesloten op de riolering. Volgens mij bestaat er wel in Utrecht een subsidie, de afkoppelsubsidie. Dat als je je riolering afkoppelt, dan krijg je geld van de gemeente. Wat jij nu zegt inderdaad, is echt over het regenwater. Groen zorgt voor meer zuurstof, voor meer biodiversiteit in je tuin, voor meer insecten. Wat echt daadwerkelijk ook goed is voor de luchtkwaliteit. Dus jouw eigen levenskwaliteit wordt beter als je die stenen weghaalt. Ik heb gehoord dat jij alles over deze tuin weet. Dus vertel meer. Nou ja, bijna alles. Het is een mooie tuin geworden. Zeker rekening houden met de bijtjes en de vlinders. Een hele hoop is eetbaar. Hier staan aardbeidjes, frambozen en peer. En dan calendula om de bijtjes aan te trekken. En, bieslook is een bijenplant. En is ook tegen de schimmels voor de aardbeien. Dus al die plantjes die werken mooi met elkaar samen. Waarom zijn die bijen en insecten belangrijk? Nou, die bijen die zorgen voor de bestuiving van de fruitbomen. Als de bijen helemaal zouden uitsterven, dan is er ook voor ons geen eten meer. Voilà, ik weet niet of dat een toekomst is die we willen. Nou ja, en die mensen op de bank die nu wakker worden, wat kunnen ze doen? Planten in een tuin zetten die bijtjes aantrekken. Niet rigoureus ook alle onkruid wieden. Ook gewoon eens een paardenbloem laten staan. Gewoon de madeliefjes in de siertuin laten staan. Waarom is dat goed, om dat onkruid niet te wieden? Nou, omdat die bijtjes op die bloemetjes afkomen, daar halen ze hun nectar vandaan. En zo overleven die beestjes en hebben de vogeltjes ook weer wat te eten. Nu hebben jullie geloof ik ook een natuurlijke afwatering. Ja, dit is dan de afwatering van de daken. En dat komt dan allemaal in de zogenaamde wadi terecht. Dat is een infiltratiegat. Dus als het regent, dan stroomt dat via de kanaaltjes, stroomt al het regenwater daarin. En dat zakt dan langzaam weg. Ook met behulp van de beplanting, die dan de grond weer meer openmaakt. En met alle haarvaatjes ervoor zorgt dat het water beter afgevoerd kan worden. En dat is dan goed om te voorkomen dat de riolen overstromen, maar is het ook goed voor de grond hier bijvoorbeeld? Ja, het is ook beter voor de grond, want je kan je voorstellen al het water wat daar, als dat zo omhoog gaat, dat gaat ook weer de tuin in, dus zo voorkom je ook verdroging. Ook in de wijken gebeurt dat tegenwoordig ook wel af en toe. Ja, want Nederland, ondanks dat het veel regent, heb je wel gebieden die dan toch verdrogen, omdat al het water wordt afgevoerd met riool. Oh, dus het is ook om de bodem op een goede vochtigheidsgraad te houden. En voilà. Waar wij ook heel erg mee bezig zijn, is een ruimte bieden aan creatieve makers in Utrecht. Mm-hmm. Wij wilden een ruimte die langdurig zou zijn, die zekerheid zou bieden. En wij zijn volgens mij de enige plek die dat combineren met een tuin. Dus die ervoor zorgen dat die mensen die hier komen werken, dus ook daadwerkelijk in het groen zitten.
En dat vonden we eigenlijk heel belangrijk, dat je dus niet alleen maar binnen zit, maar dat je ook zeg maar je tuinambities op je werkplek kan uitleven. Ik vroeg me af wat succes betekent en of mensen hier succesvol zijn. Wat is succes voor u? Succes is voor mij, dat klinkt heel cliché, als je gelukkig bent in het leven. Succes denk ik vooral gelukkig zijn en je doel bereiken. Gelukkig zijn met je gezin. Een gelukkig leven. Ja. Nou, tevreden zijn met wat je doet en je lot in eigen hand hebben, dat lijkt me belangrijk. Vind je jezelf succesvol dan? Ja, zeker, absoluut. Ja, ik heb een heel mooi gezin en dat is voor mij succes. Ja, ik heb het gevoel dat ik kan doen wat ik wil doen. Dus in dat opzicht ben ik succesvol, ja. Ja, zeker. Want ik heb een leuke baan, leuke kinderen, leuke vrouw. Dus ik ben wel gelukkig, ja. Okay. En succesvol dus ook. Is het iets dat je gaat voor moeten werken of komt het vanzelfsprekend? Ja, je moet er wel energie in stoppen natuurlijk. Ja, je moet er wel voor werken inderdaad. Ook succes is natuurlijk ook je relatie succesvol. Daar moet je ook voor werken. En op je werk is het ook geven en nemen. Op het moment dat dat klopt, dan vind ik dat je dan succesvol bent. Associeer u ook succes met geld? Nee, niet per se. Nee. Nee, ik vind geld niet het belangrijkste. Nee. Geld is wel makkelijk, maar niet belangrijk. Dus ik leef liever gelukkig dan dat ik veel geld heb, ja. Ja, met gelukkig zijn, duidelijk wel, ja. Hoewel zonder geld zal het lastig worden om gelukkig te zijn. Dus het is wel een minimum aan, zeg maar. Wat doet u om succesvol te blijven? Ik denk dat je altijd moet proberen om nog bepaalde doelen te hebben waar je naartoe kan werken. En in die zin voel je jezelf ook succesvol als je die doelen bereikt. Dus als je iets hebt om naartoe te werken, dan denk ik dat je altijd wel die drive houdt om ook iets te bereiken in het leven. Ja. Nou ja, succes is voor een deel denk ik ook wel geluk. En ik besef dat ik dat heb. Alleen al door hier te wonen, zeg maar. En een doel voor ogen is voor mij wel belangrijk. Ja. Ja. En dat het kan zijn. Je ontwikkelen in je werk of iets maken, creatief bezig zijn. Ja, dat is voor mij is wel een belangrijk doel om tevreden te zijn. Ja. Wat voor doelen heb je? Mijn doel is vooral om gelukkig te zijn inderdaad, om van het leven te genieten. Mijn kinderen gelukkig zien worden en dat zij hun doelen bereiken die ze straks in de toekomst hebben. Dat was alles voor vandaag. Wilt u deze uitzending nog een keer zien? Ga naar www.uendewij.nl. Heeft u tips of ideeën voor onze nieuwe uitzending? Mail ons naar zuilen@uendewij.nl. Tot over 2 weken.